باسد امید بر در این خانه آمدم. اقرار میکنم که تو خوب. Op 19 december 2013 zouden we naar Iran vliegen. Voordat we vanuit Amsterdam richting Iran vertrokken, baden we het middaggebed op het vliegveld. لایق نبودم که کند دعوتم کسی، Na een lange vlucht kwamen we aan in Teheran. We werden warm verwelkomd door de heer Ghaibi van de Universiteit Jamiatul Mustafa. Vanuit het vliegveld gingen we met de bus naar Qom. Na een rit van ongeveer 2 uur kwamen we aan bij het hotel Khurshid. We zijn net van het hotel 100 meter gelopen. Nu zijn we iets in de Haram. Hier gaan we het vrijdag weer verlichten. En er zijn nog niet zo heel veel mensen. Onze broeder die daar is ook. Als je hier nog een keer kijkt, dan gaat ons meer vertellen over deze reis. En ons inshallah op de hoogte brengen van wat we de komende dagen gaan doen. En wat we gaan uitvoeren. Na een heerlijke nachtrust was het tijd om onze bedevaart daadwerkelijk te beginnen. We gingen de tombe bezoeken. Nadat iedereen zijn ziyarat had verricht, hebben we heerlijk geluncht in ons hotel. Vervolgens gingen we naar de moskee in Jamkaran. In de naam van Allah, de barmhartige, genadevolle. We zijn nu verzameld en inshallah vertrekken wij richting Jamkaran. Het is de speciale moskee van de imam Mahdi Ajalallah Ta'ala van Rajab Sharif. Zoals jullie zien achter mij is de tombe van Sayyida Fatima al-Ma'souma, de zus van imam Rizal alayhi salam. Vanmiddag waren wij hier langs geweest en inshallah gaan wij straks zometeen op vertrekken richting Jamkaran. Vervolgens gingen we naar de moskee in Jamkaran. De moskee is in opdracht van imam Mahdi alayhi salam gebouwd. Een bewoner van de stad had in zijn droom een visioen gekregen, waarin hem verteld werd dat de moskee gebouwd moest worden. In de moskee hebben we samen het gebed van imam Mahdi alayhi salam verricht. De moskee staat ook wel bekend als de Groene Moskee. Dit vanwege zijn mooie groene koepels. ندیدم کریمی به تاهایی تو نداری گدایی به رسوایی من. Op dag 3 brachten we een bezoek aan de Universiteit van Jamiatul Mustafa. We werden van harte verwelkomd en kregen een korte rondleiding. Toen was het weer tijd voor een gebed dat werd geleid door Ayatollah Jawadi Amidi. نداری غلامی به تنهایی من ندیدم غریبی به تنهایی تو نداری اسیری به شیدایی من ندیدم کسی را به آقایی تو. Hierna gingen we naar de berg van Ghizr, die vernoemd is naar de profeet Ghizr. Op de berg waren begraafplaatsen van martelaren. Hun namen zijn niet bekend. Nadat we de martelaren hadden herdacht, brachten we een bezoek aan het kantoor en huis van imam Khomeini. Aan het eind van de dag hebben we gezamenlijk avondgebed verricht, dat werd geleid door dokter Faqih. Na het gebed gaf dokter Faqih een korte lezing over het instituut Noor-e Fatima. خب به همه شما عزیزان دوستان
عرض خیر مقدم دارم. خیلی خوش آمدید. اهلا و سهلا. مرحبا بكم. انشاءالله که امیدواریم که در این چند روزی که در ایران تشریف دارید و به زیارت دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و زیارت برادرشون حضرت رضا انشاءالله مشرف میشید. انشاءالله همه تون با دست پر از معنویت و نورانیت انشاءالله اوطانتون سالمن و آلمن انشاءالله بازگردید و انشاءالله از کنار این مشاهد مشرفه خلاصه بله حافظ میگه گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ یعنی اینجا جاییست که شما میتونید در این مشاهد مشرفه به اون چه که میخواهید از آرزوهای معنوی خودتون و کمالات معنوی خودتون یک کوچکترین عنایتی و اشاره اهل بیت بکنن به اونجاها خواهید رسید. نفسهای سجاد، نواهای باقه، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، Op dag 3 verlieten wij Qom en vertrokken we richting Isfahan. De stad staat bekend om zijn historische monumenten en culturele geschiedenis. We kregen een rondleiding op het plein genaamd Maidan-e-Imam. Vervolgens kregen we een rondleiding in de historische moskeeën aan het plein. Lunchen deden we in een traditioneel restaurant. Het zag er heel mooi uit. در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین Na de lunch vervolgde de rondleiding in de madrasa van de Shah. In eerste instantie zou je denken deze moskee is kleiner dan die andere moskee. Dat is wel zo, maar het kleine werk hier is veel meer. Dus nauwkeurigheid is hier zeer van belang. Als we naar de tegels kijken, vergelijken met die andere moskee. De tegels zijn hier veel kleiner, waardoor het veel langer duurt voordat het af is. Vandaar dat het maar liefst 18 jaar heeft geduurd voordat deze moskee klaar was. فریاد و بانگی میرسد عالم سکوت میکند از حیبتش سلطان در آسان سقوط میکند آسان سقوط میکند Na de interessante rondleidingen gingen we een antieke molen bezoeken. In de molens werd katoen en sesamzaadjes verwerkt. Toen was er nog even tijd om alles zelf te verkennen en te gaan winkelen. Na het avondgebed te hebben verricht in de moskee, gingen we terug naar ons hotel. سبحانك ما أعظم شأنك
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي غفرانك ربي. Op dag 4 was al vroeg in de ochtend een lezing gepland. De lezing werd gegeven door de heer Rezaei. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما. Na de lezing namen we deel aan een optocht ter herdenking van Arba'in. De optocht was vanaf de tombe van Sayyida Fatima al-Masuma tot aan de moskee in Jamkaran. De beveiliging tijdens de optocht was erg goed. Overal waren agenten te vinden die toezicht aan het houden waren. Tijdens de optocht kwamen we een filmploeg tegen die enkele mensen uit de groep hebben geïnterviewd. Er waren mensen verkleed als soldaat van imam Hussein. Ze deelden water uit. Toen het begon te schemeren was de moskee dan eindelijk in zicht. Door de grote drukte hebben wij de moskee niet kunnen bezoeken. We hebben onze rouwceremonie buiten de moskee verricht. Doordat de tombe zo dicht bij ons hotel lag, had je de mogelijkheid
om je ochtendgebed daar te verrichten. Bijna elke avond konden we genieten van een leerzame lezing, wat door verschillende geleerden werd gegeven. Ook kregen we na elke lezing de mogelijkheid om vragen te stellen. En natuurlijk werd alles voor ons in het Nederlands vertaald. Dankzij deze prachtige bedevaartreis hebben we onze kennis rijkelijk vergroot. Say I don't want. Yes, I asked in the beginning, at the beginning, for example, $100,000 for my dowry. But now, cancel it. I don't want it. And I am your wife without any demand in that kind of dowry. Well, my second question was partly answered by you already, and it was about why is it so difficult nowadays to get engaged or to get married, and how can we sort of prevent it or simplify it again? So we have to return to Islamic culture, which is even more advanced than today's culture. In the West, people get engaged, but... The last verse of this hoofdstuk says the Heilige Koran tegen ons that we tegen the first group juist vriendelijk moeten zijn. Op onze laatste dag in Qom brachten we nog eens de Universiteit van Jamaat al-Mustafa een bezoek, om alle mensen te bedanken voor hun verwarmde gastvrijheid. Aan het eind van de middag hebben we de kans om exclusief de tombe van imam Hassan al-Askari te bezoeken. De tombe was namelijk nog in de maak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zojuist zijn we net uitgestapt uit de bus. Het is de eer aan ons om hier namens de Weet voor Iedereen groep de tombe die gemaakt is voor imam Hassan al-Askari alayhi salam te gaan bezoeken. Deze tombe, deze zering, zal gestuurd worden naar Iraq, de begraafplaats van imam Hassan al-Askari alayhi salam. En wij zijn een van de eerste personen die deze zering mogen aanraken. Na het bezoek reden we gelijk door naar het station, waar we de trein naar Mashhad namen. Na een lange treinreis, wat heel gezellig was, kwamen we vroeg in de ochtend in Mashhad aan. In Mashhad verbleven we in het hotel Ark. Mashhad is hier. Mashhad al-Reza. En ik en jou, Zaire Haram al-Razavi. حبیب ما ای حبیب ما ای حبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما ای حبیب ما نور تو میتابد. Ook bezochten we de tombes van imam Reza alayhi salam. Uit veiligheidsredenen waren camera's niet toegestaan. Als je de tombe wilt zien, zou je toch zelf een bezoek moeten brengen. Enkele ochtenden zijn we te gast geweest in de tombe en kregen een lezing van hoge geleerden. مرهم دل خسته کن به ذریحت بسته ام چشم این قلب حزین ای طبیب ما ای حبیب ما آقا سر. Overdag hadden we veel vrije tijd en konden we zelf de dag plannen. De tombe van imam Reza was dichtbij het hotel, dus die kon je elk moment van de dag bezoeken. جان به عشقت میدهم به پای دل میدهم به سوی سریر تو ای سلطان بی قرین. Ook kregen we de kans om een avond te gast te zijn bij Ayatollah Sayyedan. Hij is de schoonzoon van Ayatollah Sistani. محشر حادثه ها طبیب ما ای حبیب ما. Habib-e-mo, ey Habib-e-mo.
In Iran zijn er ook Afghaanse Hoseiniërs, waar we ook waren uitgenodigd. We kregen de eer om een Koranavond bij te wonen. فرشیان کمال کروبیان شور بهشت بری ای حبیب ما ای حبیب ما آقا هر Op onze laatste dag in Mashhad was het de 40ste van Imam Hussein. In de stad werd een grote hazadari georganiseerd waarbij duizenden mensen deel aan namen. Ook wij namen deel aan deze prachtige ceremonie. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار In Mashhad konden we elke avond genieten van een zeer leerzame lezing die gegeven werd door Dr. Fakir. Hij verbleef 4 dagen met ons, waardoor wij van zijn aanwezigheid konden genieten en van zijn kennis konden leren. Lastige situaties brengen. Geduldig blijven, je doel in oog houden, in zicht houden en lachen. Reizen is leuk. Reizen is heel erg leuk. Je ziet nieuwe dingen, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe ervaringen. Je zal het nooit meer vergeten. Heel belangrijk, hygiëne. Eet niet dingen die je niet vertrouwt, dingen die er shady uitzien. Met eten moet je altijd oppassen. Heel erg veel mensen die ziek zijn geworden tijdens deze reis, dat wil je totaal niet. Let goed op je spullen altijd. En probeer net iets meer in te leveren dan dat je normaal zou doen als je in een groep reist. Want als iedereen nou een beetje meer van elkaar kan verdragen, dan komt alles goed en dan heb je een hele mooie reis. Alles wat je kan in je leven leren, komt
bij reizen. Als je reist, dan kan je, jouw vriend kennen. Dan kan je bijvoorbeeld jouzelf testen. Hoe kan jij bij de moeilijke situaties reageren. En, je moet altijd van boven kijken. En niet alleen voor jezelf verzorgen, maar voor iedereen. Vooral als je met een groep reist. دل ظلمت زدگان در شب تار و غمی ای طبیب ما Toen we terug waren in Teheran, hebben we de tombe van Shah Abdulazim bezocht. Shah Abdulazim was een vijfde generatie afstammeling van imam Hassan alayhi salam. En hij was een metgezel van imam Muhammad al-Taqi. Na het bezoek hebben we ook geluncht in het restaurant bij Shah Abdulazim. Hij heeft hier een tijdje gewoond. Deze huis was verhuurd. En hier vonden de belangrijke ontmoetingen plaats. Met grote wereldleiders. Hij is hierheen verhuisd omdat hij hartproblemen had. Het is hier qua klimaat heel goed. Dit is de Hosseinia waar Imam Khomeini Rahmatullah reed en zijn lezingen hield. Het is een hele beroemde Hosseinia. Er is meerdere malen ook op tv gekomen deze Hosseinia. Oude beelden op de Iraanse televisie. De imam zit al meestal hier, dat is zijn stoel. Zoals jullie daar zien. Ja, de deurtje daarachter kwam hij naar binnen. Daar zat hij op de stoel. En hier beneden stonden altijd twee bodyguards voor de veiligheid. Zoals broeder Jawad zat, stonden de bodyguards ook zo. De laatste nacht in Iran verbleven we in een kantoor van de Universiteit van Jamaat al-Mustafa. Na 16 prachtige dagen zat onze reis er weer op. We namen het vliegtuig terug naar Nederland en zijn veilig en wel weer in Amsterdam aangekomen. De jongeren zijn zeer enthousiast en hebben genoten van deze leerzame en leuke reis. غنانا الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي ونلتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا